eventjes na afloop van de wedstrijd Jong Almere City tegen VVG, 4-2. Ik heb het idee dat VVG vandaag twee wedstrijden heeft gespeeld. Leg uit. De wedstrijd tot de 0-2 voorsprong en de rode kaart van Frank Hol en de wedstrijd daarna. Nou ja, inderdaad. Als je het zo bekijkt, ben ik het met je eens. Tot Frank Hol zijn rode kaart was het prima en staan we terecht voor. Ja, het zijn momenten in de wedstrijd die bepaald kunnen zijn. En dat is een bekend gegeven in de wedstrijd. Dat die momenten vaak een beeld kunnen veranderen. En dat gebeurde vandaag helaas ook. Of het rood was, moet ik terugkijken. Ik dacht wel een avond op de bal was. Oké. Dan nog 2-0 voor Frank eruit. Daarna waren we even, kwijt, ja. In die fase. Een kwartier, 20 minuten wel aan het zoeken waren. Ja, en dan kom je natuurlijk snel op 2-1. Door het centrum heen, waarin we het compacter moeten houden. En nogmaals, ja, daar zijn we niet bij machten om dat goed op te lossen. En dan kunnen ze snel combineren door de as en ja, toen gaf het veel ruimte weg. Ja, eigenlijk zag je ook nadat Frank Hol moest vertrekken, ja, dan kon VVG eigenlijk die bal niet meer vasthouden, ook niet voorin. Hè. Dan was het eigenlijk een stormloop. Ja. Ik zei in mijn eigen verslag, dat wordt een kat-en-muiswedstrijd vanaf nu. Ja, we moesten even zoeken naar wat is de beste optie om te gaan voetballen. Nou, wij wilden 4-4-1 gaan spelen. En, nou ja, dat probeerden we wel. We zeggen dat even naar rust best aardig. Dat was wel duidelijker voor iedereen. Maar nogmaals, ja, in het moment dat je dan met de man binnenkomt, moet je wel proberen als ze de bal veroveren. In je omschakeling momenten, om dan wat slimmer te zijn. Een overtreintje uit te lokken of geen balverlies leiden rondom 16 meter. En dat gebeurde wel, waardoor die 2-2 kwam. In de rust proberen bij te zetten en dingen uit te leggen hoe we het zouden kunnen gaan doen in de tweede helft. Momenten pakken. En op 3-2 krijgen we ook nog wel een goede kans met Hop, hè, waar Pinelli hem kan maken op 3-3. Ja. Kijk, dat je in die fase om een 9 man staat. Waarbij Jeffrey niet even slim ingrijpt, denk ik. Dus ja, dan sta je tegen man. Dan is het ja, vrouwenkinderen eerst. Ja, en dan uiteindelijk, ja goed, een nederlaag is een nederlaag. En dan kun je zeggen, als er nog 4-2 wordt, 5-6, 6-2, maakt misschien niet meer uit. Maar jullie hebben toch nog redelijk droog gehouden. Misschien ook wel, ja, omdat Frans Kornberg goed stond te keeper weer. Ja, dat weten we van Frans. Het is gewoon doodzonde vandaag dat hij de wedstrijd eigenlijk weggeeft hier. En, daar kan ik ook verder niet meer over zeggen. Ik denk dat wij met 11 man blijven staan, dat het een hele andere wedstrijd wordt. En wij hier resultaat kunnen pakken. En, ja, het is niet anders. We moeten de rug weer rechten en volgende week hebben we Odin thuis. Helaas hebben we wat schade opgelopen natuurlijk met het gemis van Frank en Jeffrey. Dus we moeten het op gaan lossen. Maar dat is een probleem voor deze week. Ja, het is niet anders. De ploeg heeft wel gestreden voor wat ze waard waren, hè? Absoluut. We zijn door blijven gaan. Geprobeerd in ieder geval bij macht om in de wels te komen. Ja, dat is ook het minste wat je van die jongens kan vragen. Dat hebben ze ook zeker gedaan. Nogmaals, dan met tegen een man met 4-2 verliezen is zonde, nogmaals. Het is vervelend, maar op voorhand hadden we hier ook kunnen verliezen van een goed Almere. Ik vond het niet zo heel goed als ik had verwacht. Het lag ook aan ons natuurlijk, hè, want wij starten heel goed. Maar ja, we moeten volgende week de punten pakken tegen Odin. Dat is veel belangrijker. Ja. Zo is het. We sluiten het hier af. Helaas geen punten. Het had anders kunnen lopen, maar het was niet anders. Het is niet anders, nee. Zo is het. Okay. Ja, dankjewel.